Binnen de regering worden er discussies gevoerd en debatten gevoerd wanneer we begrotingen maken. En dan wordt de verdeling ook bepaald op basis van de prioriteiten van de regering. En dan wordt een voorstel gedaan door de minister van Financiën. En dat voorstel wordt binnen de raad besproken en op basis van de prioriteiten wordt uiteindelijk geschoven. En ja, dan krijg je. Wij beseffen binnen het ministerie van Defensie dat we moeten bijdragen aan een stabiele economie. En dat is het algemeen beleid van de regering, dat we niet kunnen uitgeven wat we niet hebben. Dus dat we niet meer kunnen uitgeven dan we als land verdienen. Dus ik kan ook niet meer vragen dan we als land hebben. Ik besef dat we dan moeten kijken binnen je eigen begroting en budget hoe je beter en efficiënter daarmee kan omgaan. Als ik kijk naar de begroting van 2021, moet ik zeggen dat we ambities hadden, maar dat we redelijk goed tevreden zijn over wat we hebben gedaan. We hebben onze begroting echt helemaal benut en goed benut. En we hebben heel veel kunnen bezuinigen, want het gros van die begroting was bijna 96% personeelskosten. En ik zei al, 300 mensen zijn uitgetreden uit die organisatie. Een deel met pensioen, een deel op eigen verzoek, een deel met wegens plichtsverzuim. Dus totaal 300, we hebben daar tegenover maar 3 mensen erbij gehad. Echt nieuw. Dus het is we hebben geprobeerd om beter balans te creëren op die begroting. Minder geld voor personeelskosten en meer voor andere dingen. En daar zeg ik, hebben we eigenlijk alles benut. Maar volgende keer gaan we specifiek ons pinnen op die begroting. En dan kunt u een goed overzicht krijgen. Dus dat is het. We zijn niet ontevreden. We hebben in de begroting van 2022 iets meer dan wat we hadden. En daar zijn we heel erg blij mee. En want we moeten nog meer dingen doen. We gaan investeren. Er zijn heel veel achterstallig in onderhoud. Maar we moeten ook het leger paraat maken. Dus we moeten investeren in vooral expertiseontwikkeling. Maar ook automatisering, cybersecurity. Maar ook gewoon de mobiliteit. Te water, in de lucht en te land. En het zijn geen kleine investeringen. Het zijn grote investeringen. Maar we willen het niet in één keer doen, we willen stapsgewijs doen. Ja, dus we zijn niet ontevreden over de begrotingen.